Dus vanavond hebben we eigenlijk de start van onze campagne hier georganiseerd met onze kandidaten. Al onze kandidaten krijgen vanavond een campagnemateriaal overhandigd. En het is nu de bedoeling dat zij eigenlijk daarmee de baan op gaan, de boer op gaan. Dat zij met hun campagnemateriaal vanaf nu tot 14 oktober volop campagne gaan voeren. Wat zijn de sterke kanten van onze N-VA-kandidaten? Eén, ik denk dat het een heel goed verhaal is dat wij 300 gemotiveerde kandidaten hebben gevonden in de stad Antwerpen. 300 mensen die er echt in de stad, maar ook voor de provincie en voor de 9 Antwerpse districten voor willen gaan, dat de kracht van verandering ook in die districten naar voren komt. Het zijn sterke kandidaten. Het zijn kandidaten die mee aan onze verkiezingsprogramma's geschreven hebben voor de stad. Verkiezingsprogramma voor de stad en de verkiezingsprogramma's voor de districten. Het zijn mensen die politiek onderbouwd zijn. Het zijn mensen die later deze stad, deze districten zeker gaan kunnen besturen. Was het niet te moeilijk om kandidaten te vinden voor de gemeenteraadslijst? Nee, dat ging zeer vlot. Wij hadden eigenlijk eind mei onze lijsten al quasi volledig. Ja, dus we hebben hier nu met onze kandidaten en onze leden dus die start gedaan. Natuurlijk kunnen kandidaten nog altijd hulp gebruiken. Dus mensen, N-VA-leden, N-VA-sympathisanten die mee folders en dergelijke mee willen bussen, die kunnen affiches hangen, die kunnen e-mailborden hangen. Dus alle mogelijke campagnemateriaal dat hier vanavond wordt aangeboden, kunnen N-VA-leden, sympathisanten, kiezers zeker bekomen om op die manier hun kandidaten te helpen. Dat is de bestuurservaring van N-VA. Men zegt altijd, N-VA die hebben geen ervaring, die gaan deze stad, die gaan deze districten niet kunnen besturen. Maar dat is natuurlijk onzin. 1. Onze lijsttrekker voor de gemeenteraad, Bart de Wever, heeft al verschillende nationale regeringsonderhandelingen meegemaakt. Hij heeft ook op Vlaams niveau hebben we in 2009 mee het regeerakkoord afgesloten. We hebben 2 Vlaamse ministers. We hebben in Antwerpen 2 kabinetchefs. Dat zijn mensen met heel veel bestuurservaring op Vlaams niveau. Die kennen dat door en door, hoe dat men moet besturen. We hebben Luc Lemmens, is al bijna 6 jaar vicevoorzitter van het OCMW. Dus heeft eigenlijk mee het OCMW bestuurd. Dus is ook iemand met heel veel bestuurservaring. We hebben op dit moment ook 2 schepenen. Zijn Luc Bungen, eerst Financiën, Ludo van Kampenhout, Mobiliteit, Stadsontwikkeling en dergelijke meer. Die ook de voorbije 6 jaar bewezen hebben dat ze deze stad goed kunnen besturen. Dus ik heb echt geen schrik dat wij geen bestuurservaring zouden hebben. We hebben ook nog parlementsleden zoals Joël Demir, maar zeker ook Lisbeth Homans, die we mogen absoluut niet vergeten. Voorzitter van de Senaatsfractie, wat toch ook een taak is met waar men ervaring voor nodig heeft, waar men moet leren besturen. Dus ik denk dat we wat dat betreft bestuurservaring zeer goed zitten. Ja, welke initiatieven nemen N-VA-kandidaten? Onze kandidaten gaan natuurlijk nu volop de boer op. Zij gaan brieven schrijven, zij gaan affiches hangen, zij gaan e-mailborden hangen. Zij gaan vooral in hun eigen buurten mensen aanspreken van kijk, steun de N-VA. Dit is nodig, dit is nuttig. De kracht van verandering moet nu echt in onze stad, in onze districten beginnen. Je hebt 2 wegen. Je hebt enerzijds de media. Maar daar is het niet eenvoudig om de N-VA-boodschap altijd zuiver door te krijgen. Af en toe belicht men daar toch wel vooral sterk negatieve aspecten die men wil belichten. Maar wat veel belangrijker is, is het grondwerk. De kandidaten zelf die proberen kiezer per kiezer te deur aan deur eigenlijk te overtuigen. En wat zijn de communicatie tussen N-VA en de media? Wow, zoals denk ik heel veel politieke partijen is er altijd een gezonde spanning tussen de media en een politieke partij. Ik vermoed dat iedereen soms wel het gevoel heeft dat hij of zij onrecht wordt aangedaan. Wij merken gewoon dat het niet altijd evident is om een N-VA-boodschap erdoor te krijgen, door de mediamuur te krijgen. En om die redenen focussen wij ook zeker niet alleen op de media, maar zeker ook op onze kandidaten in het gewone contact met kiezers. Host, Greg Rainford.